blijven nog even bij Bach. En nu van de cello solo gaan we over op de viool solo. En dan daarna gaan we weer andere muzikale werelden verkennen. Thank you.
Ja, dan gaan we nu verder met de Nederlandse componist Daan Manneke. Jij ja. wil er ook iets over vertellen? Jazeker, ja, Daan Manneke, misschien dat iemand van u die naam wel kent. Hij is een componist die nog leeft en ook in Brabant woont, in Breda om precies te zijn. En ik ken deze man al heel lang, al vanaf de tijd dat ik op het conservatorium studeerde. Dat was een van de meest inspirerende mensen die daar rondliep, les gaf op het conservatorium. En hij is ook een componist van naam, die met name voor koren prachtige muziek heeft geschreven, waarbij hij zich ook heel veel heeft laten inspireren door de oude meesters, de oude vocale muziek van de Renaissance bijvoorbeeld. En iets daarvan klinkt ook door in het werk dat wij zo meteen voor u gaan spelen, met de titel Tombeau voor boer Ton de Leeuw. Ton de Leeuw was een andere bekende Nederlandse componist waar ik ooit nog voor heb mogen spelen toen ik 12 jaar oud was. Dat was een hele belevenis, daar kan ik u in detail na afloop van het concert nog wat meer over vertellen hoe dat ging. In ieder geval, Daan had een zeer goede band met Ton de Leeuw. Dus toen hij was overleden, heeft hij later als een soort eerbetoon dat Tombeau geschreven. Oorspronkelijk voor een andere bezetting, maar nu in een bewerking voor cello en viool. En een heel kleurrijk stuk, een heel meerdimensionaal stuk, waarbij u allerlei lijnen, de hoogte of juist de diepte in hoort gaan. Dat is ook heel beeldend, hè? Ton de Leeuw die schrijft over Daan Manneke. Het is alsof de componist voor een theater schrijft. Dus die stelt zich voor een theater. Ja.